ABOP-parlementariër Edward Belfort heeft in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van ingekomen stukken ervoor gepleit dat het parlement de behandeling van de wet uitgifte op domeingrond aanhoudt. De parlementariër is van mening dat de vonnissen van de Locono en Caligno en het Samaka-vonnis eerst uitgevoerd moeten worden. Voorzitter, zodat de inheemse en tribalen titel hebben op hun woongebieden, voorzitter. Anders vrees ik dat deze mensen straks vrienden zullen zijn op hun eigen woonsgebied, voorzitter. En dat is een heel kwalijke zaak, voorzitter. We zien ook dat de centrale overheid in deze gebieden eigenlijk niets doet. We zien in Brokopondo bijvoorbeeld, een school is half afgebouwd daar. De overheid mag geen middelen vrij voor het ministerie van Onderwijs, zodat die school kan worden afgebouwd. Ook die Tabiki, voorzitter, de school is niet afgebouwd. Onderwijswoningen zijn daar in deplorabele staat. Godolo, voorzitter, als u die school daar ziet, voorzitter, het is niet om naar huis te schrijven. Voorzitter, ik vraag u, zodat u dit kunt doorgeleiden naar de regering, dat de middelen worden vrijgemaakt, dat de school van Brokopondo niet worden ondernemers zelf de school daar aan het nemen, voorzitter. Wat gebeurt er eigenlijk, voorzitter? Is er een aparte behandeling ten aanzien van deze gebieden of kent men de gebieden niet? Alleen in verkiezingstijd gaat men daar om allerlei beloftes te doen en na de verkiezingen mogen de mensen stikken. Ik vraag u, voorzitter, om de behandeling van de wet, eigenlijk het conversiewet, voorzitter, aan te houden en overgaan tot implementatie van Locono en Carina-vonnis en Samaka-vonnis, voorzitter. Dank u wel. NDP-fractieleider Rabin Permisser vroeg eveneens tijdens de behandeling van de ingekomen stukken aandacht voor de kwestie van het staatsbedrijf Grasalco. We hebben vele berichten in de media mogen volgen. Er zijn vele zaken aan ons voorgehouden. De leiding die heeft momenteel geen raad wat er met het bedrijf, de financiële toestanden en sommigen praten over wantoestanden. Regering, minister NH vooral dacht ik, wat is er precies aan de hand van Grasalco? De medewerkers van Grasalco hebben verschillende keren een deel van hun salaris ontvangen. Het nieuws heeft onze redactie bereikt dat de medewerkers maandag aanstaande een petitie zullen indienen bij het parlement.